Yo, gastrasheer, welkom bij weer een nieuwe video op het kanaal van Fish. En vandaag doen we weer Road to Light Infected DNA Bomb. En we spelen vandaag op Ascent Infected natuurlijk, want anders heet het niet Road to Light Infected DNA Bomb. En ja, hopelijk kunnen we vandaag de DNA Bomb halen. Zo begin ik eigenlijk altijd. Maar ja, zo makkelijk is het niet. Je haalt het niet zo snel op Infected. En we spelen met de MK14 single shot. Ja, voor de mensen die mijn stream wel eens hebben gezien. Ik weet dat er mensen zijn die ook mijn stream kijken. Die hier naar kijken, omdat ik het natuurlijk ook zelf altijd ja, tweet en zo. Maar ja, dan weet je eigenlijk wel dat ik nog nooit van mijn hele leven dit dichtgeval gewoon heb gebruikt. Ik heb het gewoon volgens mij echt nog nooit gebruikt. Misschien heb ik het 1 keer gebruikt. Dus ik denk dat ik er in totaal in 17 of 18 procedures die ik in dit spel heb zitten, 10 kills mee heb of zo. Zoiets. Dus dat is niet veel natuurlijk. En nu denken jullie, wow, die shit, 10 procedures of 18 procedures of zo. Ja, ik heb inderdaad 18 posities, maar ik stream het natuurlijk ook gewoon 5 dagen in de week. Dus dat betekent dat je ongeveer elke week wel kan posities of wat. En ik stream al 3 maanden. Dus ja, reken het maar gewoon een beetje uit. Zo kan je behoorlijk veel posities. Stream ik ook wel eens andere games. Zoals FIFA en zo, maar ja. Het gaat gewoon snel. Het posities in het spel gaat gewoon heel snel. Je streamt echt gewoon... Je streamt echt, what the fuck? Je posities echt in 5, 6, 7 uur zoiets. Denk ik. Al, vooral met al die double XP weekenden. Ze hebben echt gewoon bijna elke week een double XP weekend in het spel. Eerder was het nog altijd zo speciaal van... Yes, volgende week hebben we double XP weekend. Kom, gaan we allemaal no live en zo altijd mensen. Nu is het gewoon zo van... Oh, we hebben double XP weekend. Oh, alweer? Ja. Oh, nou kom, laten we gewoon even spelen of zo. Het is niet heel bijzonder meer. Dus je krijgt gewoon bijna elke week een double XP weekend. Vooral op de Xbox One is het helemaal insane. Dan heb je het gewoon echt elke week. Dat gaat helemaal nergens over. Ik kan net zeggen, ik zag hem net nog lopen. Waar is het nou heen? Lol, er werd geknifed. Recht voor mijn neus. Ik denk dat we gewoon maar een beetje ja, rond moeten blijven lopen ofzo. Oeh, maar wel een beetje op afstand blijven met dit wapen. Dat weet ik wel van dit wapen, dat je het toch zeker wel op afstand moet gebruiken. Zo. Die infected gas werd gewoon even gerekt daar zo. Die werd gewoon even geknifed door iemand. Wat is hij van plan? Ik weet niet wat hij van plan is, maar dat gaan we niet doen. Jezus. Man, dit wapen is slecht. Ik weet niet of ik dit beter vind als de bulldog, eerlijk gezegd. Denk ik toch eigenlijk niet. Als je ziet... Moet ik toch even... Ik heb niet de overdreven snelste triggervinger van de hele game ofzo, maar... Ik ben toch ook weer niet zo heel snel. En daar gaan we al. 8 om 1. Ik wist het. Zo'n wapen is gewoon niks voor mij. Dat is gewoon al het probleem. Als je mij zo'n wapen geeft, gewoon een burstwapen... Dan heb ik gewoon al meteen het gevoel alsof ik echt kansloos ben, want... Als ik gewoon in multiplayer al zou proberen om met een MK14... Ik ga eigenlijk nooit echt voor DNA's. Maar als ik probeer met een MK14 een DNA-bom te halen... Dan kan ik toch wel meteen de hoop al best wel snel opgeven. Waar de fuck is... Huh. Oh, nou ja, daar gaan we weer. Hoe kom je daar nou weer op? Dit vind ik echt het meest retarded ding ever in gewoon... Ever... Meest retarded ding ever, gewoon in Infected. Al die mogolen die overal op zitten te glitchen en te kutten en zo. Oh man. Dat lijkt me niet echt een normale plek om op te zitten. Of heb ik iets gemist of zo. Er zou vast wel iets zijn dat je hier gewoon in de muur of zo kan springen op, via zo'n ding. Dat is gewoon echt glitch city hier in Infected. Dat was eigenlijk ook een van de main reasons waarom ik... ...ook gewoon een tijdje gestopt was met deze serie. Ik had gewoon geen zin om verder te gaan... ...omdat iedereen de hele tijd op glitches zat. Dat maakt het ook gewoon niet leuk. Want nu zit daar één gast nog op zo'n ding... ...en niemand kan er gewoon bij. Er was wel iemand die weet hoe dat ding werkt. Moet je op dat ding of zo? Dat is gewoon echt compleet retarded ook. Nee, daar kan je niet eens op zitten.
Nou, oké, okay, het is voorbij. Hoppa, daar gaan we. Nou, ik ga even een nieuwe game zoeken en dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. Laat alvast even een duimpje achter. Vergeet niet even ook de linkjes in de beschrijving te checken. Check even mijn Twitch, mijn livestream kanaal dus. Waar ik 5 dagen in de week op livestream. En ja, dan ga ik nu een nieuwe game zoeken. Tot zo. Oké, okay, nou, map nummer 2 is Solar. En we spelen met AMR9, volgens mij. Zo heet dat ding toch? Even kijken. Ah, dat kunnen we niet eens zien. Fijn. Nou, volgens mij is dat in ieder geval de naam van dit wapen. Ook een wapen dat ik eigenlijk nooit gebruik. Weer een soort van burstwapen, volgens mij. Maar dan... ja, een ander soort beurswapen als net. Want net was single shot. Dit is iets van 3 of 4, 5 kills per keer of zo, volgens mij. Maar zoals ik al zei, dat weet ik ook niet echt. Want dit is ook echt zo'n wapen. Ik moet gewoon echt meer wapens gaan gebruiken of zo. Ik ben toch wel meestal iemand die echt altijd bij dezelfde wapens een beetje blijft hangen. Dat het me ook niet heel veel boeit om die camo's te halen, eerlijk gezegd. Dus dan speel ik altijd maar gewoon met de bal. De ASM1. Ja... meestal sniper, omdat ik ook wel redelijk af en toe wat search doe. Met kijkers en zo. En dan, ja, meestal ook een sniper. Gewoon een overkill class. Dus gewoon een bal of een ASM1 met een overkill sniper erop. Omdat dat nog in search nog wel eens heel handig kan zijn. Maar voor de rest gebruik ik eigenlijk niet heel veel dingen. Shotgun, ook wel heel soms. Als mensen om vragen, bijvoorbeeld in search. Maar dat is het dan ook eigenlijk wel. Heel soms nog de IMR nou ook over nadenk. Maar dat is ook echt maar heel minimaal gewoon. Maar het lijkt me wel, als ik hem zo zeg maar aanvoel. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Lijkt me wel een ding op zich waar ik een DNA bom mee zou kunnen halen. Kijk, als ze mij nu gewoon een bal geven of een ASM1. Dan ja. Dan hoef ik niet meer te proberen. Dan haal ik hem toch wel. Daar ben ik wel redelijk van overtuigd. Mensen met een knife, die gaan me echt niet van mijn streak afhalen dan. Dan hebben ze echt geen, gewoon 0% kans. Met de ASM1 zouden ze me nog wel eerder kunnen knifen als met de bal, zeg maar. Omdat ASM1 natuurlijk meer short range is. Dus dan knifen ze me natuurlijk ook wel makkelijker. Op zich voelt dit geval nog wel fijn. We gaan 4-0. Nou, dat is natuurlijk niet echt indrukwekkend of zo. Zouden in het begin toch... eigenlijk moet je gewoon zorgen dat voordat er te veel mensen gaan huis zijn, dat je al op een 10 of 12 streakje zit ofzo. Nou, een holy shit. Dat ging bijna fout. 6 streakje. Nou, kak mijn leven op zich. Kijk, die dingen zijn ook kansloos dat ze die geven. Daar heb je gewoon niks aan. Die mensen springen er gewoon altijd overheen. Oké, okay, there we go. Begin een 9-0. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat is nou een goed begin. Daar heb je tenminste iets aan. Alleen, je moet er niet te veel mensen genaaid worden. Die gast ga ik niet kunnen raken. Die zit daar te pogo jumpen. Ik ga even hier wachten. Oh mijn god. Ik wist gewoon dat er iemand een keer achter die bus zou gaan verstoppen. Sinds is altijd zo leuk, om dan verstopt je het spel achter die bus. Oké, okay, ik voorspel problemen. In een paar seconden. Nu ongeveer. 10 streak. Dat is natuurlijk lekker. Vertrouw ik gewoon die auto niet, hè? Als het zo doorgaat, voorspel ik een dood door een auto. Holy shit. Oké, okay, het begint redelijk hectisch te worden. 12-0. Holy shit. Time 14-0. Lekker autootje laten ontploffen. Begin met teammate daar nou dood. 15-0. Please, blijf springen.
zou eerlijk zeggen, ik voel me redelijk opgesloten hier zo. Nee! Oh mijn god. 18 om 0 gingen we. Ah. Er zijn nog mensen die net ook... Oh, huh? Die gast zat er al de hele tijd in. What the fuck? Dat is raar. Waarom zat iedereen achter mij aan en niet achter hem aan? Wat de hel? Oh. Badabim, badaboom. Dat kan ook. Die, Nou, ik kan nog steeds 20 om 1 gaan als ik wil. Waar zou die gast zitten? Oké. Okay. Ah, hij zit hieronder. Hoppa, nou. 20 om 1. Lekker scoretje, dat wel, maar ja. Dit had hem kunnen zijn. Ik zou het eerlijk zeggen, dit had hem echt kunnen zijn. Ik had echt goede hoop. Toen ik daar de hele tijd rond zat, dacht ik echt van, nou, als nou... Ik zag dat iemand joinde. Ik dacht, als er nou nog gewoon 3 of 4 mensen joinen, dan gaan ze ook gewoon achter hun aan. En dan heb ik gewoon eigenlijk vrij spel. En dan kan ik gewoon makkelijk die D-enable halen. Dat is wat ik dacht tenminste. Maar in ieder geval, dit is het einde van de aflevering. Bedankt voor het kijken. Ik denk dat dit tot nu toe de langste streak was, zo ongeveer. Nou, je ziet het al. Ik unlock wat voor de AMR9, omdat ik dat ding dus nog nooit heb gebruikt. Nou, fantastisch. Kan ik even back-out gaan, want dat duurt meestal nog wel eens even. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Laat even allemaal een duimpje achter. Vergeet niet even mijn Twitch-kanaal te kijken, dus waar ik op livestream. Je kan ook mijn YouTube-kanaal checken als je wil. En tot de volgende aflevering. Laatst van zo'n puus. En tot dan. Later. Joep.